De economische recessie is voor veel bedrijven een ramp, maar het ministerie van Defensie vaart er wel bij. Zoals altijd, als het slecht gaat in Nederland, stijgt het aantal sollicitanten bij het leger. De huidige recessie is echter zo diep dat nu ook veel hoger opgeleiden zich tot Defensie wenden. Het aantal kadetten dat komend schooljaar begint aan de opleiding tot officier op de Koninklijke Militaire Academie in Breda ligt flink hoger dan in voorgaande jaren. Maar het aantal van 274 kadetten dat in augustus op de KMA aantreedt is nog geen record.